Goedendag allemaal. Het is vandaag de 17e januari 2019. Het lijkt wel of Nederland aan het gek worden is. Althans, een gedeelte van Nederland lijkt de kluts kwijt te zijn. Die weten niet meer op het rechte spoor te lopen en houden zich bezig met onze gezondheid en met onze levenswijze, alsof zij daarover zouden kunnen beslissen. Of zij voor ons kunnen gaan uitmaken wat we nu wel of niet mogen eten, wat we niet mogen drinken, maar wat we niet meer mogen zeggen, wat we misschien straks ook niet eens meer mogen denken. Want als de denkpolitie eraan te pas komt, dan zouden we natuurlijk helemaal de grootst mogelijke ellende over ons heen krijgen. Maar wat nu? Terug naar de feiten. Het gaat over het eten en over het eten van vlees. En ja, kijk, we weten ook wel dat de Telegraaf natuurlijk een krant is die graag de zaken een beetje aandikt. Maar dit is de krant van een paar dagen geleden. En dan zagen we hier deze voorpagina. Vlees moet op rantsoen. Vlees moet op rantsoen. Van wie moet dat op rantsoen, zou je kunnen afvragen. Want dan krijgen we hier een dubbele pagina. Biefstuk en gehaktbal, die moeten in de ban. Biefstuk en gehaktbal, die moeten in de ban. Je kunt het toch niet zo gek verzinnen dat mensen over ons gaan beslissen wat we nu wel. De toekomst is ook nog vol met kweekvlees, staat hier. Over 5 jaar in de supermarkt. Vleesquotum opnieuw gedram. Kijk, in dat opzicht is de Telegraaf een krant. Ja, we weten allemaal wat voor krant het is. Het is een goede krant, die brengt het nieuws lekker pittig. En natuurlijk vanuit een behoorlijk een rechtse hoek, zou je kunnen zeggen. Maar wie verzint zoiets? Men buitelt over elkaar heen met ideeën en gedachten wat we allemaal zouden moeten gaan doen. We moeten veel groen gaan eten. Groenten, zoveel mogelijk groenten. Ik had een neef en die zei groenten. En hij sprak Zeeuws. Dan zei hij tegen zijn vrouw: ik lust geen blaren. Hij lustte geen blaren, zei hij. Overdreven natuurlijk een beetje, want groenten zijn zeker goed om te eten en gezond genoeg. Daar gaat het niet om. Peulvruchten moeten we eten. We moeten pasta's gaan eten, maar het vlees moet in de ban. Ja, dat zullen de mensen dan toch zelf wel uitmaken. Want we hebben ook gezien dat er een kleine enquête werd gehouden, ergens in een of andere stad in Nederland, waar willekeurig een aantal mensen werd gevraagd wat ze van dat eten van vlees dachten. Dat de meesten hun schouders erover ophalen en zeggen: ja, dat zullen wij zelf wel uitmaken. En dat zal toch zeker niet de eetpolitie straks in Nederland gaan controleren, alsof vlees in de ban zou moeten. Vlees is heerlijk als je daarvan houdt. En wat zou er op tegen zijn om een stukje vlees te eten? De wereld is een beetje de weg kwijt en er is een soort nieuwe religie ontstaan. En je zou het een religie kunnen noemen waarbij men natuurlijk de zogenaamde gezondheidscultus aanbidt en de wereld wil redden van ondergang. Nou ja, en wie doen dat? Rutte zou zeggen: een groep witte wijn drinkende elite uit Amsterdam die voor ons uitmaken hoe we moeten gaan leven en hoe we moeten gaan denken en wat ons leven allemaal zou moeten gaan inhouden. Het moet niet gekker worden, zouden we zeggen. De mens, en daar gaat het dan, want men wil ons gezonder laten zijn. Maar kijk eens om je heen, kijk eens naar de cijfers. De mensen die worden in de loop der jaren nu, als je erop terug is, steeds ouder. En hoe komt dat, dat ze steeds ouder worden? Dat komt, zou je kunnen zeggen, gewoon puur omdat ze toch kennelijk gezond leven en dat het toch hun allemaal goed gaat. En dan al die onheilsprofeten die ons nu plotseling van allerlei dingen af willen gaan houden, omdat we alsmaar ouder worden met de huidige levenswijze. Kijk eens om je heen en dan zul je dat zien hoe dat gaat. Hoe ouder we worden, en dat is natuurlijk een belangrijk punt wat daarbij komt, hoe meer ouderdomskwalen we gaan krijgen. En dat zullen we dan toch ook in ogenschouw moeten nemen. Want je kunt nou helemaal niet, hoe zou je dat zeggen, je kunt nu helemaal niet oud worden en helemaal geen enkel probleem gaan krijgen. Als je dan kijkt hoe dat vroeger was, dan we moeten nu gezond gaan eten. We eten nu kennelijk niet gezond, volgens een aantal witte wijn drinkende experts in de grachtengordel van Amsterdam. Waaronder
en we hebben hem al eerder genoemd, onze stadsgenoot Ed Nijpels. Maar kijk eens naar de ouderen van vroeger. We hebben een aantal filmpjes gezien van iemand bij ons uit de buurt die een heleboel, laten we zeggen, filmpjes van vroeger had bewaard en die gedigitaliseerd heeft. En als we dan zien hoe de mensen hier in onze omgeving eruit zagen in die periode, dan moet je zeggen, nou, dat ziet er toch ook niet allemaal zo gezond uit. Krom en gebogen, door het werk afgetand, tandloos, zwart gekleed, gerimpelde gezichten. En hoe hebben die gegeten? Dan moet je nagaan. Die hebben nou net gegeten en geleefd zoals men ons nu wil laten leven. We moeten terug naar groenten, we moeten terug naar pasta's, we moeten terug naar brood, we moeten van het vlees afblijven, we moeten sober leven, we moeten van de alcohol af, we moeten van het roken af. En dan? Worden we dan ouder en worden we dan mooier? Daar geloven we niks van. Als je nu het oude volkje van nu, de ouderen van nu bekijkt, hè, die zijn natuurlijk, leven allemaal, ja, ze zijn nog volop actief, ze doen nog van alles, ze gaan op reis, ze tennissen, ze sporten, enzovoort, enzovoort. Moet je dan daarvan zeggen, jongens, jullie doen het niet goed, want kijk eens aan, vroeger toen we sober leefden, toen was het veel beter. Integendeel, toen het zo sober was, toen was het helemaal niet beter en daarom moeten we niet helemaal denken dat we nu, als we onze levenswijze veranderen, dat we dan stukken ouder worden, dat we dan steeds onszelf beter gaan voelen. Nee, één ding is zeker. En alles wat men ook doet, je kunt er een paar jaar bij krijgen en dan denken, nou ja, die paar jaar, hoe zijn die laatste jaren van mijn leven dan? Als ik gezond heb geleefd, leef ik dan tot aan het moment dat de man met de zeis komt gezond? Wel nee, kijkt u maar eens om u heen. Dat ziet u toch? Niemand, uitgezonderd natuurlijk bij een ongeval, maar niemand gaat gezond dood. Denk er eens over na, want wij allen, menselijke wezens, wij zijn stervens, wij stervelingen. We kunnen nog zo gezond zijn en nog zo gezond leven, maar vroeg of laat komt het uur u. Hè? 11:55. En dan gaan we hier wat voelen, we gaan daar wat voelen, we krijgen een ditje, we krijgen een datje. En uiteindelijk gaan we allemaal dood. Maar nooit gezond, want dan ga je niet dood natuurlijk. En wat willen we dan? Willen wij met onze levenswijze die ons nu wordt opgedrongen, of wie met ons op wil dringen, moeten we daar dan onze oren naar laten hangen en denken dat daar alle heil vandaan komt? Nou, u gelooft het toch niet zeker, hè? U gelooft het toch niet. Ja, en dan kun je natuurlijk nog zeggen, moeten wij niet aan de andere kant wat doen aan de wereldverbetering? Want we kunnen natuurlijk niet ongebreideld het aantal mensen in de wereld maar toe laten nemen en dat die dan ook moeten worden gevoed. Kan er niet een manier worden gevonden om toch die bevolkingsgroei in te dammen? En desnoods mag dat dan wel onder een kleine dwang gebeuren. Maar of dat ooit voor elkaar komt, dan weten we. Gelukkig blijven de mensen zelf nog een beetje de baas. En als je het niet aanstaat, dan kun je natuurlijk altijd, je politiek aanpassen en je stemgedrag afstemmen op diegene waarvan jij denkt en waar wij met z'n allen denken. Het volk, hè, laten we het zomaar zeggen, het volk, want onderschat de kracht van het volk niet. We zien wat er in Frankrijk gebeurt met de gele hesjes. En we willen niet zeggen dat dat natuurlijk de oplossing van alle problemen zal zijn, maar ook in Nederland zijn gele hesjes te koop of andere hesjes. Want je kunt niet alsmaar door blijven gaan van bovenaf met fanatische aandrang te proberen de wereld hier te gaan veranderen. En dat wij in Nederland het gidslandje voorop moeten lopen om te laten zien hoe goed we wel niet zijn. Denk erom dat we dat niet moeten doen. Je kunt je ook altijd nog afvragen, ja, is de wereld gebaat bij het zijn van het mensdom? Die vraag zou je ook eens heel goed kunnen overdenken. Want wat zou er zijn in deze wereld als de mens er niet was? Nou, dan was die misschien nog woest en ledig, maar misschien wel zonder al de problemen die we nu kennen. Maar goed, dat is fantasie. Ja, zo houden we ons bezig, want we weten allemaal wat er op het ogenblik aan de hand is. De Brexit, iedereen heeft zijn mond vol over de Brexit, wat er allemaal niet kan gaan gebeuren. Welke gigantische onheilszaken over ons heen komen, nu de Brexit eigenlijk toch
op een of andere manier niet gaat lopen zoals we graag zouden zien. En dat we in Engeland, in Groot-Brittannië, toch eigenlijk met een probleem zitten. Hoe gaan we dat oplossen? Maar wij denken dan dat rampspoed over ons heen gaat komen als de Brexit doorgaat. Maar laten we eens een beetje nuchter zijn. We lazen vandaag ergens in de krant, en dat vonden we toch wel een hele nuchtere conclusie. Die Engelsen, die moeten toch blijven eten. Die moeten toch blijven leven. Dus die zullen toch handel gaan drijven. Want als ze geen handel drijven, ja, dan zal dat op een bepaalde manier, loopt dat daar vast. Dus ze zullen toch moeten blijven handelen. En met ons of met anderen, dat maakt niet uit. Kijk, en wij Nederlanders, ja, wij zijn daar heel handig in, dat weet u. We hebben ooit oorlog gevoerd met de Engelsen. En dat is lang geleden. En Nederland tegen Engeland. En wat deden wij als Nederlanders? Het is misschien niet zo fraai, maar wij verkochten het kruid voor de kanonnen die de Engelsen gebruikten, verkochten wij als Nederlanders aan hen. Maar ook later door op ons werd geschoten. Ja, zo ging dat. Een ander punt waar ook zoveel misbaar over werd gemaakt, misschien herinnert u zich dat nog wel. De overgang van 1999 naar het jaar 2000. Er waren een heleboel onheilsprofeten die riepen, ach, dan loopt het hele computersysteem en ICT-systemen lopen vast, want die kunnen die cijfermatige verandering kunnen ze niet aan. 1999 en dan plots het jaar 2000, 2 met 3 nullen. Wat is er gebeurd? Een hoop mensen werden bang gemaakt, net zoals nu een hoop mensen bang worden gemaakt met de Brexit. En een hoop geld werd er verdiend door mensen die daar handig op inspeelden en wisten, weet je wat, daar kunnen we wat aan verdienen. En wat gebeurde er? Er gebeurde niks. Er was helemaal geen enkel probleem, geen enkel probleem. Alles liep in feite soepel van 1999 naar het jaar 2000. En we willen niet zeggen dat het zo soepel zal gaan natuurlijk met de Brexit. Dat zal heus wel hier en daar een rimpeling optreden. Maar laten we niet vergeten, Engeland blijft Engeland. Verenigd Koninkrijk, Europa blijft Europa. We zullen handel blijven doen overal. En misschien gaat het wat moeilijker, misschien gaat het wat anders dan anders. Maar de wereld zal zeker niet vergaan. Alleen we moeten wel oppassen dat we zo verdraaid veel angst worden aangejaagd. Want daar moet je wel toch voor oppassen. Ander punt. Wij boeren, wij geven tegengas. Want we kwamen nog twee andere leuke artikelen tegen. Vandaag nog één, ook weer in de Telegraaf. We kunnen het ook niet helpen. Maar deze, die was van Jacco Geurts. Opinie CDA-Kamerlid. Ja, CDA, u kunt wel begrijpen. Dat hij hier zegt, boeren worden onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Onterecht in een kwaad daglicht. Daar zijn het helemaal mee eens natuurlijk. Wij worden overal, krijgen we nog alles de schuld van. We krijgen overal een beetje de zwarte piet toebedeeld. Dat dit deugt niet, dat deugt niet. Dus toch wel weer blij met zo'n pagina groot bijna artikel in de grootste krant, de wakkere krant van Nederland. We zijn geen reclame aan het maken voor die krant, maar we vinden het toch wel leuk dat zij de laatste tijd behoorlijk wat aandacht geven aan onze agrarische belangen. En nog niet zo lang geleden ook nog weer, en dat was dan van de woensdag was dat, zagen we hier ook weer een interessant artikel. Boeren die gaan tegengas geven. Kijk, ook weer een akkerbouwer en een boer die zich ergert aan alles en nog wat. Wat hier staat, vleesquotum, klimaatakkoord is de zoveelste dreun voor de sector. Ja, het is maar dat u het weet. En het is te hopen dat ook de burger het beseft en dat de politiek het ook zich aantrekt. Hè? Want dat is toch wel van belang. Maar we weten, wij boeren, en we zijn maar een kleine groep meer, dat is duidelijk. We weten dat we tegengas kunnen geven door te stemmen op degenen die ons redelijk goed gezind zijn. En ik zal een paar namen noemen van mensen waar we niet al te veel van moeten verwachten. Dat is een zekere meneer Klaver en een zekere meneer Jetten. En ja, hoe goed zij het ook bedoelen voor hun achterban, maar het zijn niet onze vrienden en het zullen ook nooit onze vrienden worden. Dus let op, mensen, op wie je stemt als je begaan bent met het behoud van, ja, laten we zeggen, van wakker Nederland. Van Nederland dat wil blijven zo het is, maar niet te beroerd is om zich aan te passen. Maar daarbij niet wil worden gedwongen van dit moet je doen en dat moet je laten. Mannen en vrouwen, dat was voor vandaag. En we zouden zeggen, maak er een mooie week van. We gaan lekker opschieten. De maand januari is al over de kop heen. En ja, we gaan het voorjaar tegemoet en misschien wat vorst van de week. Maar goed, dat is wat we best wel kunnen gebruiken. Houdoe en tot volgende week.